Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik zit vandaag onder mijn afdakje en dat betekent dat ik gewoon lekker met jullie ga kletsen. En vandaag ga ik kletsen over een nieuw product. Ik heb hem al een keer voorbij laten komen, maar toen was het regenachtig. We waren met een grote groep. Ik nam niet echt de tijd om het even goed door te nemen en om het even goed te laten zien. Ik heb hier de Air. Quest Air. Ja, of die Quest Air gaat heten, weet ik niet eens. Het is allemaal nog zo concept, dat ik nog niet exact weet of die Quest Air gaat heten. Maar hij heet in ieder geval Quest. Wat houdt het in? Nou, het houdt in dat je een schoteltje hebt. En de steel is cosmetisch. Dat is leuk dat het van Quest is. Het is leuk dat het erbij past. Maar in principe zou je er zelfs een bezemsteel aan kunnen doen. Je hebt alleen de schotel en je telefoon nodig. Een totaal draadloos systeem wat op je telefoon werkt. Wordt dit dan een high-end metaaldetector waar je als doorgewinterde zoeker een vaste metaaldetector van gaat maken? Nee, dat wordt het niet. Wat wordt het wel? Het wordt een soort backup metaaldetector, een metaaldetector voor beginners, metaaldetector voor mensen die er eentje in de auto willen leggen en als ze een leuk veldje zien dat ding gauw uit de auto kunnen pakken. Het is leuk voor in de caravan als je hem mee wil nemen op vakantie. Je klapt hem uit en je gaat aan de gang. Je hebt altijd je telefoon bij je en je weet hoe je telefoon werkt, dus er zitten eigenlijk vrij weinig ingewikkelde dingen aan, maar dat ga ik straks close-up even laten zien. Je vouwt hem op, je ligt hem achter in de auto, je ligt hem achter in de caravan, je doet hem achter in je rugzakje. Kijk maar waar je hem laat en op het moment dat je even wil zoeken, je klapt hem open, je drukt hier het knopje in en je start de app op je telefoon op en je kan zoeken. Om de metaaldetector aan te zetten zit hier een powerknopje, die druk je in. Als je de powerknop hebt ingedrukt, dan komt er op het display van je schotel te staan Waiting for Connection. Dan start je de app op. Je hebt de Quest MD app, dus die start je op. En dan staat er RMD 1.1.1. En hij start al op. Zo snel gaat het. Wat zie je dan allemaal? Nou, je ziet hier als eerste ijzer, folie, rings en coins. Nou, dat komt best wel vaak voor bij metaaldetectors. Dat zijn ongeveer de ranges waar die in kan zitten. En hier zal een VDI-getal komen. Wat heb je nog meer? Je hebt de sensitivity. Sensitivity kan je omhoog en omlaag zetten met de plus en de min. Wat hebben we nog meer? Discrimination. Kan je ook omhoog en omlaag zetten. Je ziet dat deze balk ook meeloopt. Dus je weet als je terug uit het menu bent altijd hoe ver je discriminatie staat. Wat hebben we nog meer? De toons. 4, 3, 2 en 1 toon. Recovery speed. De threshold toon. Dat is een basistoon. Die kan je laten horen. En dan onderbreekt hij op het moment dat je een vondst hebt. Wordt in Nederland niet zo vaak gebruikt. Hotrocks. Heb je veel last van hotrocks, kan je hiermee spelen, waardoor de hotrocks minder of meer doorkomen. Het is een soort extra discriminatie pattern, zo laat ik het zo maar noemen. Sensitivity. Dan zijn we weer terug bij alles. Dan hebben we hier nog drie streepjes. Keep the screen on. Work in the background. Day and night modus en enable highlight LED. Dan hebben we nog, als we teruggaan, de pinpointer, de ground balance en all metal of discriminatie modus. Goed, gaan we naar de geluiden kijken. Wat voor geluiden maakt deze metaaldetector? Nou, als je bijvoorbeeld een hoge conductor hebt, een dikke zilveren ring. Is een hoog geluid. Hebben we een stalen ring. Is een laag geluid. Hebben we een 2 euro.
een redelijk hoog geluid. Maar heb je nou iets van ijzer? Geeft hij een brommetje. En dan heb ik nog een pinpointer. Alhoewel, of er met de pinpointer wat anders is, dat weet ik niet. De pinpointer is gewoon de X-pointer max. En daarmee kan je dus zien of iets goed is, want dan krijg je een groen lampje. En als iets van ijzer is, krijg je een rood lampje en een lagere toon. Zo kan je dus onderscheid maken tussen ijzer of niet ijzer. Wat is er nog meer leuk aan deze pinpointer? De Magic Holster. Hij staat nu aan. Doe ik hem in de Magic Holster, is die uit. Nou is die uit. En nou is die aan. Je moet hem natuurlijk wel instoppen. Nou is die uit. En nou is die aan. Het lijkt allemaal heel simpel. Het gebruik is heel erg simpel. Maar het is natuurlijk wel een vernuftig stukje techniek. Want je hoeft niet elke keer weer die knop in te duwen. En dan denk je van, ach, wat is dat nou, zo'n knop induwen. Maar elke keer met je handschoenen, vol met bagger, op zo'n knop duwen. Kost gewoon heel veel tijd, kost gewoon heel veel irritatie. Je drukt net de verkeerde knop in, hij zit vol met bagger. Uit. Dit waren weer de twee nieuwe snufjes van Quest die eraan zitten te komen. Exact wanneer weet ik niet. En de prijzen weet ik ook niet. Ik weet dat ze eraan zitten te komen en we zijn druk bezig om het te optimaliseren, dat het straks door jullie gewoon heerlijk gebruikt kan worden. Ik heb expres deze metaaldetector eventjes aan laten staan terwijl ik hier met jullie zit te kletsen. En dat heb ik gedaan om te laten zien dat het scherm continu aan blijft staan. Dat kan je aan of uitzetten. Dus je kan blind zoeken, maar je kan het ook aanhouden. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je telefoon uitgaat in screenmodus. Want het zit in het programma. Dat kan je uitzetten en daardoor blijft die altijd aanstaan. Dit waren de twee nieuwe snufjes. En ik heb er even wat van me laten horen. Ik heb het gewoon onwijs druk. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vonden jullie dit nou interessant? Zijn jullie nieuwsgierig geworden? Laat een reactie achter. Laat in ieder geval iets van jullie horen door een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren. Je schiet lekker op, maar kan nog wel meer. Dus abonneer voor meer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.